Maar eerst even naar Rotterdam. Daar zijn de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk binnenkort gaande. En de strijd is al begonnen. Nourdine El Ouali is vandaag de nieuwe leider van een partij die zich heeft gepresenteerd. En wij noemen het een moslimpartij. Is dat een goede titel of niet? Nou ja, NIDA is een emancipatiebeweging. Die islam is geïnspireerd en een politieke partij heeft voortgebracht. Een Rotterdamse politieke partij. Dus eigenlijk is het wel een goede benaming. U bent vrij om moslimpartij te noemen. Doen we. En Hamid Karakous, die is de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Rotterdam. Laten we even kijken hoe de campagne is begonnen. Ik ben Rotterdammer, ik ben moslim en ik hou ervan om beide te kunnen zijn. Maar ik zie dat heel veel mensen in deze stad hun hoofd laten hangen. En dat komt omdat ze aangesproken worden continu op hun anders zijn. Ik herken dat ook in heel veel gesprekken op straat, met name jongeren. Ik wil niet dat mijn zoon zonder enkele aanleiding wordt aangehouden, wordt gefouilleerd, omdat hij er op een bepaalde manier uitziet. Zeg nooit! Zeg nooit! Dat je iets niet kan! Dat je iets niet kan! Laten we stoppen met integreren. Laten we gewoon beginnen met samenleven. Ja, meneer Karakous, u bent lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Die trekt traditiegetrouw veel allochtonen in Rotterdam. Nu is er een fikse bedreiging bijgekomen met deze nieuwe partij. Baalt u daarvan? Nee hoor, we zijn gewend om eigenlijk te knokken voor ieder stem. Dus, maar ook deze verkiezing zal weer gaan tussen Leefbaar Rotterdam en Partij van de Arbeid. Iedereen is natuurlijk vrij om een beweging op te starten en op te komen voor een bepaald groep. Maar ik kan meneer verzekeren dat ook Partij van de Arbeid vindt dat niemand uitgesloten moet worden. En waar het nu om gaat is dat je zegt van ja, hoe kun je nou zorgen dat al die groepen eenheid vormt en de stad sterker maakt. En dat vind ik missen bij de nieuwe partij, een splinterpartij. Die zegt van ja, we komen alleen maar op maar voor... Maar een splinterpartij, noemt u het zo? Ja, ik vind van wel. Ik vind dat weet u toch nog helemaal niet, want de partij moet nog beginnen. Nee, de partij is begonnen, want het is niet nieuw. Want volgens mij zijn ze al een paar maanden bezig. Ja, dus, ja, maar... Het is voor mij geen nieuwe... Maar hoe groot de partij is, wordt straks pas na de verkiezingen bekend, hè? Ja. Ja, niet ervoor, bedoel ik. Ja, maar goed, we moeten die verkiezingen wel afwachten, dat is waar. Maar ik probeer even aan te geven dat wij in ieder geval vanuit Partij van de Arbeid ervoor zullen knokken om iedere stem binnen te halen. En dat zijn we gewend. En het strijd zal weer gaan tussen Leefbaar Rotterdam en Partij van de Arbeid. Ja, Lobby. Ja, kort twee dingen. Allereerst, de strijd zal gaan tussen Leefbaar Rotterdam en Partij van de Arbeid. Daar wil ik op reageren. En hij zegt tegelijkertijd ook dat NIDA een splinterpartij is, wat ik een begrijpelijke frame vind. Want Partij van de Arbeid zegt wij zijn er voor iedereen en NIDA is er allemaal voor één groep. Dat is misschien wellicht ook onderdeel van het probleem van meneer Karakous. Dat hij zegt, ik ben er voor iedereen, want dan ben je er eigenlijk voor niemand. En dat blijkt ook in de praktijk. De Partij van de Arbeid moet er in eerste instantie voor de arbeider zijn die u heeft opgericht. En u ziet ook dat u in beleid keer op keer die groep in de kou laat staan. Wij zeggen, wij zijn voor een visie. En we komen ook met punten. En iedereen die zich in die visie kan vinden, dat is los van etniciteit of religie of cultuur, daar staan we voor. Want we hebben een plan en een programma. Dus ik vind uw benadering... Maar plan en programma, want u kent uw verkiezingsprogramma, heeft u net vanavond bekendgemaakt. Ja. 25 concrete punten staan erin. Waar staat nou in uw programma dat de Rotterdammers aan het werk moeten? In mijn programma staat dat ik 12.000 Rotterdammers aan een baan wil helpen. En dat is heel concreet. En er staat in dat ik mijn buurvrouw, die 2 maanden geleden werkloos is geraakt, aan een baan zal helpen. En daar maakt, wat mij betreft, of je nou moslim bent of geen moslim, niets uit. Rotterdammers hebben andere zorg. En in uw partij staat, of in uw programma, u noemt het een pamflet, staat alleen maar in dat u een gebedshuis wil, een openbare ruimte. En dat wil iedereen. En daar ben ik ook niet op tegen. Maar dat is niet de issue in Rotterdam. Issue is, we moeten zorgen dat mensen weer aan een baan komen. Dat vind ik veel belangrijker. Nou ja, ik kan allereerst concluderen dat de heer Karakous het pamflet niet heeft gelezen. Want anders zou u niet zeggen wat u zojuist heeft gezegd. Het pamflet. Ik heb gelezen, maar graag willen beantwoorden. Ja. Waar staat nou in uw pamflet over werk? Ja, u krijgt de gelegenheid om dat nu te zeggen. Ik zou u graag willen beantwoorden. In ons pamflet komen we met een aantal voorstellen, waaronder 2 voorstellen op het gebied van werk. 1 voorstel is dat we bijvoorbeeld een 1-op-1 begeleiding willen, met name als het gaat om jeugdwerkloosheid. Want de werkloze jongeren van vandaag is de uitkeringstrekker van morgen. En zeker als je daar niet vroeg bij bent. En dat blijft een bekend betonnen bestand. Het is een statement. Maar waar staat in hoe je dat gaat doen? In mijn programma staat concreet... Dat staat in mijn programma. Ik zeg nu net een 1-op-1 begeleiding. Dat is hoe wij dat graag willen doen. Tweede punt is dat we startende ondernemers met name in Rotterdam
in hun kracht willen zetten. En dat wij graag zien dat de lokale overheid die mensen ook steunt. We hebben bijvoorbeeld heel veel vakmensen in de stad. Maar wie wil dat niet? Nee, hetzelfde gaat. Wie wil niet dat 25.000 Rotterdammers aan het werk komen? Waar staat dat een andere partij dat niet wil? Dus de vraag is dan van hoe u dat gaat doen. En ik probeer even aan te geven dat u alleen maar statements hebt, punten. U wil een boom planten bij ieder geboorte. Prima, u wil dat niet. En u wil een gebedsruimte hebben. Zegt u dat u dat ook wil? Nou, goed, daar is niemand op tegen. Ik bedoel, nee, bomen, nee. Zoveel mogelijk bomen in de stad. Prima. Gratis parkeren op zonder feestdagen? Ja, maar kijk, gratis parkeren. Het zijn overigens wel opmerkelijk dat dat de eerste twee punten zijn die u noemt. Dat u zegt, bij de geboorte van iedere Rotterdammer planten we een boom. En gratis parkeren op zon- en feestdagen. Ook op het offerfeest, Joods nieuwjaar en nog iets. Ik kan dat toelichten, want het doet hij heel goed. Maar een beetje neerzetten als iemand die maar één of twee ideetjes hebben. Nee. We staan in Rotterdam voor enorme uitdagingen. En we hebben een alomvattende, een holistische benadering, visie, een nieuwe visie. En dat is ook de meerwaarde van NIDA, die anders kijkt naar een stad. We staan voor enorme opgaven op 5 domeinen. Wij noemen een ecologisch domein, waar het gaat om de balans tussen mens en natuur. Wij noemen bijvoorbeeld het sociaal domein, waar we het hebben over doorgeschoten individualisering. Wij noemen bijvoorbeeld het culturele domein, waar we het hebben over verspilling van talent, jeugdwerkloosheid. Over voortijdig school verlaten. Waar komt wij noemen bijvoorbeeld het religieus domein, waar het gaat om gebrek aan ethiek en weinig ruimte voor spiritualiteit. En al deze domeinen, daar doen we per punt 5 concrete voorstellen op. Rekening houdend met de Rotterdamse maar politiek. Maar eigenlijk is alleen dat laatste domein, daar waar u inspiratie vindt in de islam, onderscheidt zich heel duidelijk van die andere partijen. Onder andere, maar ik denk dat we echt dat, andere... U was vroeger voor GroenLinks, ook in de gemeenteraad. Ik heb namens GroenLinks in de gemeenteraad gezeten. Wat is het verschil met uw opvattingen toen en uw opvatting nu? Nou, op heel veel punten is dat toch echt wel anders. Een partij als NIDA, wat ik zeg, ze heeft een nieuwe visie op deze stad. Wat ik bij de Partij van de Arbeid en heel veel andere partijen heel erg bespeur. En daar zit voornamelijk het verschil. Dat ze zijn blijven hangen in een discours waar ze nog steeds spreken over allochtonen en autochtonen. Ik zeg, ik ben Rotterdammer. Ik zeg, ik ben een kind van dit land. Een kind van Rotterdam. En ik zie Rotterdam als één gemeenschap en één familie. Dat is ook islam geïnspireerd. Namelijk dat alle mensen, wat mij betreft, waar ik in geloof, vanuit dezelfde bron voortkomen. Dus ik zie mensen als broer en zussen, niet als allochtoon en autochtoon. Ja. En u, ook in uw beleid, doet continu in al uw voorstellen beleid langs etnische, religieuze en culturele lijnen. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Eerst even meneer Karkoes een antwoord laten geven. Bijvoorbeeld op de vraag, in welke mate speelt de religie en inspiratie in uw partij en uw programma? Wat ik ben een voorstander van om een scheiding te hebben tussen kerk en staat. Ook binnen de partij. Maar dat is niet de vraag, hè? Nee, maar dat is wel de vraag, want dat is wel de kern. We hebben zelfs een punt opgenomen in ons programma dat we zeggen, stop de misbruik van scheiding tussen kerk en staat. Want wat bedoelt u dan? Nou ja, kerk en staat wordt nu door de overheid gezien alsof religie de samenleving uitgedrukt moet worden. Nee, maar de scheiding tussen kerk en staat betekent dat we een neutrale, seculiere overheid moeten hebben, die de ruimte voor haar burgers waarborgt dat ze kunnen zijn wie ze willen zijn, gelovig of niet, en bovendien ook nog eens de ene niet bevoordeeld of benadeeld ten opzichte van dat. Dat is secularisme en dat is scheiding tussen kerk en staat. En dat is natuurlijk een verkeerde analyse. Want als je dat zegt, dan zeg je eigenlijk dat de overheid, in dit geval gemeente Rotterdam, onderscheid maakt tussen gelovigen en niet-gelovigen. En dat wijs ik echt van me af, want dat is natuurlijk niet zo. Juist in Rotterdam zien we dat. Ik kan dat echt aantonen met een aantal voorbeelden. We zien bijvoorbeeld een overheid, gemeente Rotterdam. We zien voorstellen voorkomen. Dat bijvoorbeeld de voorstellen die ik ook kent. Maximaal 4 moskeeën in een stad als Rotterdam. Geen hoofddoekjes in het onderwijs. Waar staat dat? Waar staat dat? Onder andere het programma van Leefbaar Rotterdam. Ja, maar dat is toch geen gemeentebeleid? Kijk, u haalt dingen door elkaar. In mijn programma staat juist dat iedereen de ruimte moet hebben, ongeacht geloof. En ik ben trots op mijn lijst dat dus alle mensen dus echt goed vertegenwoordigd zijn op mijn lijst. En bij uw lijst zie ik alleen maar de moslims terugkomen. Belangrijk onderdeel. Maar we hebben meer dan islam in Rotterdam. U moet niet verwarren met andermans programma. Een leefbaar programma is niet het beleid van de gemeente. En ik kan u verzekeren dat mensen met een hoofddoek bij ons gerust kunnen werken, kunnen wonen en geloof kunnen beleiden. Maar geloof is een ligt gelukkig niet aan u en geen enkele politieke partij. Als het goed is, hebben we een constitutie en die garandeert dat. Dat is niet de Partij van de Arbeid die dat garandeert. Maar wat ik bij u wel zie, bijvoorbeeld voorstellen als langs etnische, culturele en religieuze... Wat is dan uw probleem nog? Ik zou dan nu even een aantal voorbeelden gegarandeerd is, wat is uw probleem nog? Ik zou u een aantal voorbeelden willen geven dat het wordt ondermijnd. Dat is mijn probleem. De politiek heel erg naar rechts schuift, met name op sociale thema's. Voorbeeld. En als het gaat om integratie. Bijvoorbeeld, uw collega, de heer Florijn.
die een onderzoek doet naar uitkeringsfraude. Wat heel goed is, want dat ondermijnt onze sociale stelsel. Waar wordt gefraudeerd. Maar die dat vervolgens alleen maar doet bij Rotterdammers van Marokkaanse komaf. Nah. Als het gaat om... Dit is een voorbeeld. Ik zal u nog eentje geven. Etnisch registreren. Even een reactie. Is het niet waar wat er gezegd wordt? Ik hoop niet dat u het ontkent. Het is waar dat we misbruik van uitkering hard aanpakken in Rotterdam. Gelukkig. Ja. Want mensen die daar geen recht op hebben... Daar bent u beide over eens dat dat moet gebeuren. Dat weet ik niet. Dat is in ieder geval een aanpak. Maar het is niet zo dat mijn collega Marco Florijn... die zich absoluut inzet voor alle Rotterdammers... daar ben ik van overtuigd, dat hij daar een onderscheid in maakt... van u bent van Marokkaanse komaf. Ik heb hier schriftelijke vragen opgesteld. Ik heb 4 jaar in de raad gezeten. Maar wat belangrijk is, dit is ook weer stelling nemen en mensen bang maken. En dat vind ik, daar ben ik echt... Dit is de praktijk, heer Karakus. Het is te makkelijk. Daar ben ik echt op tegen als dus iemand hier aan tafel beweert... dat mijn collega Marco Florijn onderscheid maakt in afkomst... dat die Marokkaan had. Zal ik nog 2 voorbeelden geven? Dat is wat er zegt, wat er gezegd wordt. Want dit vind ik te makkelijk. Nog voordat we vooruitkijken, vind ik dat iedereen zich moet verantwoorden over de afgelopen 4 jaar. Etnisch registreren. Maar in Rotterdam heeft u... Nee, daar ben ik niet mee eens. Etnisch registreren heeft u... Even wachten, meneer Koos. Ik denk dat hij bang is voor de vraag. Etnisch registreren. Bent u met me eens? Volgens mij was ik aan het woord. En dan hoop ik of ik het misschien wel met u eens ben. Etnisch registreren. Door u... college, waar u ook onderdeel van bent, met hand en tand verdedigd... totdat het moment dat de rechter dat van de tafel heeft geveegd en heeft veroordeeld. En hij heeft gezegd, dit kan niet, dit is onconstitutioneel. U heeft dat in de raad verdedigd. Heel lang, en elke keer met hoger beroep. Mensen registreren op basis van hun afkomst, dat zijn taferelen van Zuid-Afrika... Dat hebben we ook in de raad. En dit is wat ik zeg. Dit is Partij van de Arbeid, waarvan ik zeg... Een reactie van meneer Kaartels. Beleid op dit langs etnische, culturele, religieuze lijn. U stond daarachter. Ik sta er nog steeds achter dat je dus mensen, om die te helpen... dat je dat op een bijzondere wijze moet registreren. Want het gaat om dat we mensen willen helpen. En als je dus achterstand in opleiding hebt, willen we weten. Want dan kunnen we dat voor u regelen, dat het ingehaald wordt. En dat vind ik niet erg. En ik zou dat graag willen dat we mensen weten die dus achterstand hebben. Maar als je leren kennen, als je mensen achterstand hebben, waarom vindt u dan dat daar ook een etnische registratie bij hoort? Het is een registratie van achterstand. Op basis van criminaliteit, wel de feiten. Maar het is een registratie op basis van om achterstand in te halen. Nee. En dat is waar het om zou moeten gaan. Hoe ga je mensen helpen? Nee. En zonder onderscheid te maken... van geloof, want daar gaat het in dit geval om. Nee, het gaat niet om geloof. Het gaat hier om. Het is etnisch registreren, dus op basis gebeurt van criminaliteit, niet om achterstanden. Het ging om criminelen. Ja. Mag ik u het in herinnering brengen? En bovendien, dit is het punt. Partij van de Arbeid verdeelt Rotterdam nog steeds in groepen. We hebben de Marokkanen aanpak, de Antillianen aanpak. Voorbeelden uit de koker van de Partij van de Arbeid. En wij zeggen, we zijn allemaal dezelfde burgers. U praat door me heen, omdat u het misschien liever niet wilt horen. Maar dat doet u het weer. Die kennen we. U heeft goed geoefend, meneer. Nee, dat doet u het echt weer door mensen gewoon af te zetten en een partij te beschuldigen. Als u over emancipatie is Partij van de Arbeid als eerste mee begonnen. Ik ben daaruit voortgekomen. Ik bedoel, ik heb kans gekregen bij Partij van de Arbeid, ik heb de kans gegrepen. En we zijn hard tegen mensen die de kans niet grijpen. We zijn hard in, ongeacht je geloof, ongeacht je afkomst. En zo hoort het. Even laatste vraag aan beide. Hoeveel zetels haalt u? Nee, zou ik heel wat kort over emancipatie mogen zeggen? Nee, we hebben nog andere gasten. Hoeveel zetels? Volgens mij zou ik collega, ja. Maar ik denk dat het realistisch is om zeker 2 zetels te halen in Rotterdam en wellicht meer. En meneer Karakus? Het gaat om, wij moeten echt de grootste worden. Ja, en dat betekent, willen we dus echt de linkse koers in Rotterdam vasthouden... moeten we echt de grootste worden. En ieder zetel, ieder stem die naar de Nitra gaat... Het is geen zendheid van politieke partijen. De vraag is hoeveel... Ze zijn inhoudelijk samengesmolten. U lijkt zo op Leefbaar Rotterdam. Ga toch samen in het college zitten. Daar gaat het weer. We hebben het niet gehoord. Komt het.